Nou, Alessandro is er ook vandaag om zijn zusje onder andere aan te moedigen. En voor jou zijn er ook een paar kijkersvragen binnengekomen, dus die ga ik je even stellen. Yes. De eerste vraag is van Angelique van Opstal. Alessandro, hoe bereid je je voor een optreden? Yo, Angelique. Ik drink wat water van tevoren om, om gewoon de dorst te lessen. Dan ga ik wat stemoefeningen doen en dan ga ik gewoon het podium op. Ik doe gewoon mijn ding. Ik heb niet echt een ritueel of zo van tevoren. Heb jij een ritueel? Nee, niet echt, nee. Nee, dus niet dat je een gelukspoppetje of geluksarmbandje of zo hebt? Nee. Nou, dat heb ik dus ook niet. Volgende vraag is van Jalke 18 Kuskus. Yeah. Alessandro, hoe ziet jouw Chica Especial eruit? Mijn, dat is moeilijk, want ik heb qua uiterlijk niet echt een voorkeur of zo. En gewoon innerlijk moet goed zijn. Dat vind ik het belangrijkste, weet je. Als ik morgen aangereden word, dan verwacht ik wel dat mijn vriendin bij mijn ziekenhuisbedje zo staat. Beetje thee brengen of zo. Ja, toch wel. Gewoon een beetje thee brengen of zo. Of eten voor mijn kook, je weet toch? Dus ik heb niet echt een uiterlijk voorkeur. Maar gewoon qua innerlijk moet je gewoon goed zijn. Nou, de derde vraag is van Nicky Riethoff. Alessandro, wat was je leukste ervaring van het Junior Songfestival? Ik denk alles. Want vanaf de audities tot aan de live shows en in mijn geval dan tot de finale en je gaat nog verder met Zapp Live en zo, is één groot avontuur geweest. Dus ik vond alles echt super vet. Maar als ik dan echt iets zou moeten kiezen, ga ik denk voor de JSF Academy, omdat je dan elkaar echt leert kennen. En voor de live show, want dat is gewoon zo'n topervaring. Dat is gewoon het begin van mijn carrière geweest. Krijg je veel liefdesbrieven? Ik had op Valentijnsdag zat mijn kluisje vol. Een kluisje op school? Ja, ja, ik wil hier niet soort arrogant of zo mee overkomen. Maar ja, dat doe je echt. Nee, mijn kluisje die zat vol. Ik weet niet hoe ze het geflikt hebben. Want het is echt zo'n smal dingetje. Dus ik snap niet hoe je daar een brief doorheen hebt gekregen. Dus ik denk dat de conciërge mijn kluisje heeft opengemaakt. Dus ik ga hem nog aanspreken hierop. Oké. En de laatste vraag is, heb je een goede tip tegen de zenuwen? Ja, dat is een goeie. Een goede tip tegen de zenuwen. Ja, ik denk gewoon, als je echt van muziek houdt, als je echt van optreden houdt, dat je dan in principe geen zenuwen hebt. Je wilt het gewoon doen op het moment. En dan komt alles goed. Als jij gewoon zelfzeker er staat, moet alles goed komen. Kijk naar Julia. Die heb ik ook van het begin af aan zien groeien. Ja, toch? Ja. Bij die auditie zat ze ook nog zo op de keyboardje. Wow. En nu staat ze zo. Dus weet je, ik heb niet echt een tip tegen een zenuw. Doe gewoon je ding en dan moet het helemaal goed komen. Oké, bedankt. Yes.